Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen, opgenomen op 11 oktober. Er is veel bewolking boven Nederland. Slechts af en toe breekt de bewolking eventjes en komt de zon tevoorschijn. Maar de bewolking is op een ander moment ook weer dik genoeg voor een spatje regen of motregen. Nog steeds hebben we te maken met een noordoostelijke stroming. En als u dan naar de satellietbeelden kijkt, dan ziet u dat er nog steeds veel bewolking aanwezig is. De komende uren verandert er dus niet zoveel. In de loop van de avond komen er wel wat meer opklaringen. En ook vannacht zijn er duidelijk wat meer opklaringen. Al met al is het ook vandaag weer een frisse dag met maximum temperaturen tussen de 9 en de 13 graden. Vanavond ligt het kwik zo tussen de 7 en de 11 graden. Er kan lokaal nog een spatje regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Zoals gezegd, er komen geleidelijk aan wel wat meer opklaringen. En vannacht daalt het kwik dan verder naar zo'n 5 tot 9 graden. ...werden wij er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De kans op mist is klein. Er kan wel laaghangende bewolking gaan ontstaan. Met name in het oosten en zuiden van het land. En daar is het morgen overdag ook vrij bewolkt. Mogelijk valt daar weer een spatje regen of motregen. Elders laat de zon zich ook af en toe zien. En smiddags wordt het dan 10 tot 12 graden. En dat is ronduit fris voor deze tijd van het jaar. Want normaal mag het toch echt wel een graad of 15 zijn. Verder staat er ook een stevige oostenwind, die matig tot vrij krachtig is. En die maakt het voor het gevoel nog wat kouder. En dan de dagen erna. Nou, donderdag is er wat meer ruimte voor de zon. Maar nog steeds die oostenwind, die koude lucht aanvoert. En dat geldt ook voor vrijdag. Dan zijn er ook weer meer wolkenvelden. De maximaal liggen opnieuw zo tussen de 11 en de 14 graden. Op zaterdag gaat het duidelijk wat veranderen. De wind die draait meer naar een zuidelijke richting in de loop van de dag. En dat komt door een storing die vanuit het zuiden komt opzetten. Die brengt regen, maar ook zachtere lucht. En dat betekent dat er zaterdagmiddag hogere temperaturen zijn te verwachten. Het wordt zo'n 13 graden in het noorden tot 16 graden in het zuiden. Zondag wordt dan de beste dag van de week met zonnige perioden en droog weer en maxima tussen de 15 en 20 graden. Volgende week blijft het licht wisselvallig met af en toe wat regen, maar er is ook ruimte voor de zon. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza en ik wens u nog een fijne dag.